Wat is kwadraat? Wat is hoogbegaafd? En wat kan je daar als school eigenlijk allemaal mee? Wij nemen je mee op ontdekkingsreis door onze scholen. Eigenlijk zat ik met mijn handen in het haar de afgelopen jaar, anderhalf jaar, omdat ze steeds opstandiger werd thuis. Moeilijker hanteerbaar, boos, dwars. Alleen op school merkte ze daar in haar oude school niets van. Want daar liep ze zich eigenlijk in te houden en thuis barstte de bom. Toen hij naar de oude school ging, dan ging hij uit school encyclopedieën lezen, heel veel vragen stellen. En nu gaat hij gewoon met vriendjes spelen. Ze had onvoldoende uitdaging en ze werd eigenlijk gewoon depressief en wou zichzelf soms letterlijk wat aandoen. Ja, mijn oudste zoontje die had een klasje die gewoon wat minder goed ook meekwam eigenlijk. Dus dat lag hij een beetje erbuiten. En hier heeft hij gewoon heel veel vriendjes waarmee hij dezelfde grapjes kan maken. En waar hij een van de velen weer is. Geen driftbui meer gehad. Ja, dat is in één keer over. Ja. Als je 8 wetenschappers zou vragen, krijg je 8 verschillende antwoorden van wat hoogbegaafdheid is. In Nederland wordt vaak gezegd dat je en creatief moet zijn en doorzettingsvermogen moet tonen en een IQ moet hebben van 130. Maar dan zijn er ook weer andere wetenschappers die zeggen van ja, maar er zijn heel veel meer factoren die daarmee spelen. Wat wel vaak gezegd wordt is dat die norm van 130 moet toch wel vrij hard zijn. Wat zo ontzettend mooi is aan het kwadraatsysteem is dat het kinderen uitnodigt om op de eigen school te blijven. En dat is wel een proces waar we in zitten, dus we kunnen dat niet van vandaag op morgen veranderen. Maar de gedachte achter kwadraat is ieder kind in zijn eigen omgeving naar zijn eigen school, samen met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Waarom zit je op deze school? Ik heb hiervoor gekozen omdat ik op mijn vorige school minder lesstof kreeg. Ik vond het een beetje te makkelijk op mijn oude school en zo. En ja, dan heb je dat weer gedoe dat als hij weer naar de middelbare school gaat, dan wordt het weer opeens heel lastig. Dus dat vond ik en mijn moeder vonden dat wel heel erg handig. Dus dan ben ik hier zo naar school gegaan, ja. In groep 6 of groep 5 had ik te weinig uitdaging in de klas. En toen was er net een groep opgestart, de verrijkingsgroep, wat nu de plusgroep heet. En toen ben ik daar ingegaan omdat ik te weinig uitdaging had in de klas. Nou, hier leer je echt je brein te gebruiken en daar gebruik je die niet echt. En creatief bezig zijn met opdrachtjes dat je echt uit moet werken, vind ik ook wel leuk. En vragen op papier schrijven of schetsen, zeg maar. En over de aarde en over de sterren, dat vind ik altijd wel interessant. Dan ben je snel klaar met je werk en dan heb je niet echt iets te doen, want dan moet je wachten tot de rest ook klaar is. Nou, maar kijk, als je een weektaak had, dan hadden we donderdag hadden we alles van de week al klaar. En dat was eigenlijk een beetje het probleem. Kwadrant 1 is dan dat het schoolteam geschoold is in hoogbegaafdheid. En dat je dan ook kijkt naar wat heb je nodig aan materialen, wat heb je nodig aan werkvormen, wat heeft een leerkracht nodig aan kennis. En dat je dat allemaal bundelt. Dan heb je nog een kwadrant waarbij er een eigen plusklas is. En dan zet je hoogbegaafde kinderen bij elkaar voor een korte tijd in de week. En in die week werken ze aan verrijkingsopdrachten, maar zijn ze ook bezig met hun eigen visie op nou, wat is nou hoogbegaafdheid, wat is intelligentie. Ik zie zelf dat deze kinderen eigenlijk net zo goed als de kinderen die dyslectisch zijn of die een rekenprobleem hebben of wat voor dingen dan ook, dat het zorgleerlingen zijn. Je ziet vaak dat als de kinderen niet voldoende uitdaging krijgen, dat ze toch onder gaan presteren en in gedrag dingen gaan doen die eigenlijk niet kunnen. En dat geeft zoveel frustratie voor deze kinderen dat ze niet op hun niveau worden aangesproken, dat ik echt het noodzakelijk vind om dit in je onderwijs aan te bieden. De hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs,
moeten leren leren, zoals het dan gezegd wordt. Vaak vind je verrijkingsvakken als bijvoorbeeld Spaans of schaken, dat daar gegeven wordt. Maar denk ook aan filosofie. En daar komen heel veel vragen naar voren. En de ervaring is dat kinderen, doordat ze even bij elkaar zijn en even in zo'n setting zitten, zo'n schoolweek veel beter aankunnen. Als het zwaarder wordt, dan wordt licht, slapen. Samenwerken met middelbaar onderwijs is ook een onderdeel van de raad. Dat je gaat kijken hoe kun je die overgang van primair onderwijs naar voortzet onderwijs zo goed mogelijk maken. Slimme kinderen kunnen zich aanmelden, of die worden aangemeld door de leerkrachten vaak. En die mogen dan mee in wat heet op tournee. Ik zit op de Prinsje van Friese school in Kokangen. En dan gaan we eens in de, elke donderdag gaan we hierheen. En dan gaan we met z'n andere kinderen gaan we dan vouwen bijvoorbeeld of rekenen of zo. Wij hebben groep 7 basisschoolleerlingen die hebben we uitgenodigd om kennis te maken met wiskunde. En beginnen met door middel van eenvoudige vouwblaadjes ruimtelijke lichamen te construeren. Dat is leuk voor ze, uitdagend, kleurrijk. Maar daar zit ook een logische denkwijze achter. Hoe doe je dat stap voor stap? Eerst kon ik nog niet van die ballen maken en van die vierkanten en bipyramides. Nu kan ik dat wel. Deze vouwen worden scherper en dan heb je er dus ook meer nodig om een ronde vorm te krijgen zoals deze. Dat is dus best verschillend allemaal. Je hebt verbreidingsgroepen op je eigen school. Je kan op tournee, dan ga je af en toe naar middelbare school. En je hebt plusklassen. Is er dan nog meer? Ja, er is meer. Er is een kwadraatafdeling. Er zijn namelijk kinderen voor wie al die aanpassingen in het dagelijks onderwijssysteem simpelweg niet voldoende zijn. Om diverse redenen. En die kinderen zijn op dit moment beter af in een aparte afdeling waar ze van maandagochtend tot vrijdagmiddag samen met ontwikkelingsgelijken les krijgen op de manier die zij nodig hebben. Thuis had hij huilbuien, woedebuien. En was hij echt ongelukkig, verdrietig, depressief zelfs. En eigenlijk sinds de eerste dag dat hij hier op school zit, is dat weg. En ik vind het eigenlijk heel erg schokkend dat ik mijn kind zo lang in de vervelende situatie heb gehad. Dus ik had veel eerder willen weten van dat ze hoogbegaafd was en wat voor vraagstukken dat met zich meebrengt. En ik ben heel erg blij dat ze op deze school voldoende uitdaging krijgt om zichzelf te kunnen zijn. Er zijn hier leuke dingen om te doen en ja, het is hier gewoon heel leuk. Je krijgt meer opdrachten, leuker werk, meer uitdagender en zo. Ja, dat eigenlijk. De eerste dag dat hij hier kwam, was natuurlijk iedereen vreemd hier. Hij kende niemand. En ja, hij loopt op het schoolplein en binnen een paar minuten speelt hij gewoon met een jongetje. En zijn ze samen aan het lachen en hebben ze lol. En ja, dat was op de andere school veel minder het geval. En mijn oudste zoon die kwam altijd weer heel erg stil en wat bleekjes van school uit weer thuis. Hij had dan echt even een beetje tijd nodig om weer een beetje vrolijk te worden. Maar nu komt hij gewoon weer met praatjes en vrolijke verhaaltjes. En komt hij met weer heel veel verhalen weer thuis. Dus die bruist weer helemaal. Hier heb je gelijke kinderen die ook een beetje bij jouw niveau passen. En dat kan je dus, hoef je niet heel uit te leggen, zodat andere kinderen ook te begrijpen. Want je weet nu dat andere kinderen je begrijpen. En dat is meteen ook het grote succes van bijvoorbeeld plusklassen, verrijkingsklassen of kwadraatklassen. Of welke naam je er maar aan geeft van groepen waar je hoogbegaafde kinderen bij elkaar zit. Ongeacht de leeftijd. Ze herkennen elkaar en ze voelen zich even erkend in wie ze zijn. We werken met iPads, we werken op een 1-op-1 basis. Dat betekent dat elk kind zijn lessen krijgt op het niveau waar hij zit. Dat geldt voor lezen, dat geldt voor rekenen, dat geldt voor spelling, dat geldt voor elk vak. Elke leerling heeft dus ook een eigen
plan, een eigen weekschema waarin hij of zij zich kan gaan houden en kan gaan spiegelen hoe ver hij daarmee is. Hallo, wat zijn jullie aan het doen? We zijn bezig met GarageBand om muziek te maken voor een clip. Wat vind je heel leuk om hier te doen? Vooral de weektaak, eigen dingen, zelfstandig werken. Oké, en wat vinden jullie het leukste vak? Maakt niet echt uit. Pauze. Hoogbegaafden zijn slimme kinderen, dus die gaan allemaal naar het gymnasium. Hoor je veel en is lang niet altijd waar. Ik zeg altijd, de betere VWO'ers, dat zijn de kinderen die opvallen op de basisschool met hoge scores. Dus de gymnasiumklanten, die vallen wel op. Maar ik zie veel hoogbegaafde kinderen ook terug op VMBO TL, de theoretische leerweg. Maar vooral ook op HAVO. Als je nooit bent uitgedaagd om je eigen mogelijkheden optimaal te benutten, dan lig je in een soort hangmat in die klas. En dan weet je op een gegeven moment niet meer wat je moet doen als het daadwerkelijk moeilijk wordt. Want die slag heb je dan net gemist. Meestal denk je van, dat was onze vraag, zo van overlaat je een kind niet, vraag je niet te veel van een kind. Maar als je ziet dat zijn ogen gaan stralen als die wel uitgedaagd wordt, dan denk je, daar hebben we toch goed aan gedaan. Ik heb nog wel getwijfeld aan het begin of we deze stap moesten zetten. Omdat je een kind uit zijn bestaande situatie haalt, weg bij vriendjes, vriendinnen, de omgeving. Ik zeg altijd, ze was een bloem die dicht aan het gaan was. Ze was nog niet verwelkt of zo, maar ze sprong weer open en ze is weer spontaan en enthousiast. Ze durft weer alles te zeggen, al haar vragen te stellen. Ze vindt de school ontzettend leuk. Ze gaat huppelend naar school, komt thuis en zit vol verhalen. En ja, ik heb gewoon een ander kind weer thuis. Ik vind het heerlijk om met deze groep kinderen te werken. Het fascineert, het boeit en het geeft, ja, het, hoe het over 5 minuten gaat is onvoorspelbaar. Zo, nu nog de sjaal van meester verstoppen.